Nederlân is bepaald geen mountainbike-lân. Het fietsen op het dik en ek het fieldrijden, dat binnen disciplines die het mooi tellen en ek een protte omtinken krijgen. Op de komende Olympische Spelen docht Bike Leagues maar één Nederlandse mountainbiker mooi en dat is Meger. Toch rjocht het Karen Brouwer van Jesterwoude haar op deze tak van het hutfietsen. Op nationaal niveau kan ze heel goed mooi komen, maar de volgende stap zetten is lastig. Dat had ek mooi sponsors te krijgen. Die steen net in de riegen van een lietse sport als mountainbike. Er binnen dus maar beperkte mogelijkheden om verder te groeien. Internationaal heb je maar een paar mensen die je naar de top halen. Dus het op zich is wel meer amateurniveau wat er nog in Nederland wat rijdt. Ja, de stap voor mountainbikers van Nederland naar internationaal is eigenlijk nog best groot om het verschil te overbruggen. En dat is zo zonde. In landen als Zwitserland en Frankrijk is de sport een stuk grutter en verder. Voor de Nederlandse mountainbikers is het lastig om daar de concurrentie mee om te gaan. Ja, ze hebben daar natuurlijk ook echt de parcoursen die zich ervoor lenen. En je merkt ook dat ze daarom veel meer ontwikkeling vanaf de jeugd al hebben. En daardoor steeds een stap beter worden. Ja, en daar groeit de sport ook mee. Hoyt en Mem Brouwer stiepje haar dochter om het maximale eruit te kennen. Ze gaan oerlmooi naar ta en binnen zelfs exportief insteld. Ik train ook altijd met Karen. Dus het is trainen, wedstrijdvoorbereiding, de wedstrijden rijden en dan weer naar huis en dan de hele zaak weer de fietsen schoonmaken, alles weer in onderhoud hebben. Dus voor ons gaat er heel veel tijd in zitten, maar dat doen we met ontzettend veel plezier, want zelf doe ik de wedstrijden ook. Dus we zijn altijd met elkaar op pad. Brouwer riet van de Mitsubishi-ploeg van teammanager Martin Schuttert. Hij zocht een proto progressie bij zijn pupil, benamen de laatste orelier. Voor die had zich heel goed ontwikkeld, had ze goed uitslagen rijden, maar ze had dit hier echt wel weer een hele grote stap zetten. Want wat zijn haar mogelijkheden? Ja, dat is altijd moeilijk in te schatten, maar het is juist voor dat ze in de marathons ook heel goed uitschotten kunnen. Dus dat de wedstrijden langer binnen. De marathons is vaak in België en Duitsland, maar een paar stoel wedstrijden van 80 tot 100, 120 kilometer. En die langere wedstrijden, die kunnen zij heel goed doen. De uitslagen van dit jaar binnen nota goed en de verwachtings van het NK is er dan ook behoorlijk heeg. Er doggen twee pros mee, waaronder ik Laura Turpijn, de regerend Nederlands kampioene. Maar daarachter moet Brouwer al vlug komen. Inzet is een plak in de top 5, maar een podiumplak als ultiem doel. Maar Brouwer had het dreig. Ze verliest, staat gewoon de aansluiting, maar het achtervolgende groepje. Brouwer komt net lekker in het ritme en ze verliest de concurrentie uit de deeg. Je ziet meestal wel in het begin van, rij je er makkelijk naartoe of is het werken? En dit ziet eruit als werken. Dus dat is meestal niet een heel erg positief teken. Maar goed, we wachten even af. Het is ploeterien, het werken en ze komt meer en meer allengig te zitten. Helewaas weet ze al dat ze het doel net meer helje zil. De achterstand is te groot. De Nederlandse titel gaat op Nijnoi Laura Turpijn, die het vierwaar de sterkste is. En op een teleurstellend zonder plak komt Brouwer binnen. Het woe je het net. Nee, de kracht zit er niet in vandaag. Hey, dan wist je uiteindelijk wist zonde en ben je teleurgesteld? Ja, ja. Ik had toch, de mensen die nu voor me zaten rond plaats 6, 5, 4, heb ik eigenlijk dit seizoen nog niet van verloren. En dan wil je op een NK weer er ook voor zitten, want je zit er eigenlijk altijd voor. En dan, dan is het toch jammer dat je het op zo'n dag moet laten lopen. Slecht! Het NK mooi dan wat minder gaan wezen. Brouwer bloed ambitieus, maar ook realistisch. Want dat we haar eerst chance zullen op de Olympische Spelen, is maar de vraag. Nou ja, Olympische Spelen, dat zou iedereen denken. We willen elke sporter die fanatiek met zijn wedstrijden bezig is, die wil het hoogst haalbaar. En dat zijn natuurlijk de Olympische Spelen. Maar ik probeer dat wel nuchter en realistisch te blijven. En dat is gewoon nog een stap veel te ver weg. Dat ik nu ook vooral nog nationaal rij. En voor de Olympische Spelen moet je natuurlijk bij de internationale top horen. En dat is nog wel een ver weg voor mij.